Toen ik enkele weken geleden, vlak voor de start van de competitie. Um, ja, dit bericht op Facebook, Las van uh, oud Hoegaarden. Ja, leek het wel op een pagina uit een liefdesroman. Tom Soetars, is voor de derde keer terug bij Hoegaarden. Tom, van waar die keuze? Ja, die keuze. Uh, het is niet echt een keuze geweest, denk ik. Uh, er was al wat contact. Ik heb altijd contact blijven houden met uh, Sigi Hendricks en de mensen van de club. Uh, en ik wist wel dat het misschien zou kunnen gebeuren in de week dat ze het mij gevraagd hebben. Want dan heb ik toch eerst wat de boot afgehouden. Maar uiteindelijk toch, ja. Hoegaarden um, is als voor mij als, als, ja, toch, toch een club waar ik al heel veel fijne dingen heb meegemaakt. Al, al een jaar gevoetbald, zes, zeven jaar trainer geweest. Uh, kampioen gespeeld, afgegaan, opgegaan, heel veel meegemaakt. En mijn twee zonen voetballen hier, kort bij huis. Uh, dus ja... Mijn nachtje over geslapen, en dan heb ik toch beslist om het te doen. Om de club te helpen als tussenoplossing. Uh, niet meer om, om zes of zeven jaar te blijven. Dat is zeker niet de ambitie. Maar uh, ja, het, het, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zeker. En uh, ja, dan heb ik het toch, uh, toch gedaan. Ja, Tom de voetballer kent iedereen. Maar Tom de trainer, waar staat hij voor? Uh, ja, daar ben ik ook zo'n beetje ingerold. Dus ik ben begonnen bij, bij White Weitster Womersom, dus mijn club waar ik woon en waar ik eigenlijk als voetballer begonnen ben. Daar ben ik drie jaar speler-trainer geweest. Um, dan uh, is er gestopt met de eerste ploeg daar en dan ben, wou ik toch nog een jaartje voetballen, ben ik hier terechtgekomen onder Chris Michiels als trainer toen. Toen was het nog uh, gewoon gras. Uh, en dan uh, is Chris gestopt eigenlijk na het seizoen en heeft Sigi heeft mij gevraagd of ik geïnteresseerd was. En zo is het begonnen. En dan ben ik hier ondertussen uh, ja, zes, zeven jaar gebleven. Uh, wel een halfjaartje weg geweest, weigmaal. Uh, maar ja, waar ik voor sta, ik ben iemand die, ja, die, die als trainer uh, nog, nog heel... Ja, wel fel tussen zijn groep staat. Ik ben iemand die, die nooit iemand zal schofferen of nooit zal uh, uh, als een dictator langs de lijn staan. Ik ben iemand die probeert een goede vibe in een groep te krijgen. Um, dat moeten ze vaak zelf invullen. Wij kunnen wel de lijn uitzetten, maar zij moeten het wel doen. Um, en op het gebied van voetbal wil ik graag de bal hebben, wil ik voetballen. Uh, wil ik een systeem um, zoeken waar iedereen zich goed bij voelt. Uh, ik, ik vind het... Soms ja, raar dat trainers zeggen dat is mijn systeem. Maar als je daar de spelers niet voor hebt, dan is dat moeilijk. Dus ik probeer altijd een systeem te zoeken waar iedereen zich goed in voelt. Waarmee we kansen kunnen creëren, maar waar we er ook zo weinig mogelijk gooien mee gaan binnenkrijgen. Dus ja, het is, het is simpel verwoord, maar, maar ja, zo is het eigenlijk. En komen er ook invloeden van de trainers waar jij je zelf onder gespeeld hebt terug in je trainersaanpak? Ja, er komen heel veel trainingsvormen terug van in de periode dat ik zelf voetbalde. Ik herinner me nog altijd de training. De dag voor de wedstrijd in Ajax trainen we altijd maar een uurtje. Het was altijd dezelfde training. En daar waren een aantal oefeningen bij die ik nu nog steeds uh, doe. Um, en ook ja, heel veel invloeden van andere trainers. Uh, fysieke vormen uh, heb ik allemaal wel onthouden. Die dat ik uh, dacht dat ze nuttig waren. Um, dus ja, je neemt wel dingen mee. Maar je probeert ook meer en meer, nu vooral in die nieuwe periode, probeer ik meer en meer zelf toch wel oefeningen te uh, doen te creëren of, of, of te zetten naar, naar gelang wat we nodig hebben. We weten wat we nodig hebben, wat deze groep nodig heeft en daar probeer je wel uh, oefeningen, oefeningen naar, uh, naar niet uit te vinden, maar, maar naar te zetten dat ze dat wel proberen op te pikken, dat dat dan naar, naar zondag toe uh, ook uh, zijn, zijn vruchten kan afwerpen. Ja, wat een verschil is met uw vorige periode, licht, is dat je nu geen, uh, geen uh, inspraak hebt gehad in het samenstellen van de spelerskern. Uh, ben je tevreden met de groep die hier uh, momenteel is? Absoluut. Uh, er is heel veel kwaliteit, heel veel jonge jongens. Uh, ik denk dat er uh, twee, maximum drie papas in de groep zitten. Uh, dat is echt al veel. In de vorige periode was dat wel anders. Dus een hele jonge, uh, goede groep uh, die, die naast het veld eigenlijk ja, perfect uitvoeren, wat we willen. Uh, altijd iedereen op tijd. Uh, en op het veld hebben we heel goede profielen. Uh, ja, we hebben, we hebben, achteraan staan we heel stabiel. We hebben een goed middenveld. Uh, het is wat wachten op Stijn Lemmens, die nog geblesseerd het is. Er nog een aantal andere jongens geblesseerd. Maar tot nu toe hebben we dat goed opgevangen. Aanvallend uh, zit het goed. We hebben niet meer zoals vroeger de goalgetter. De, de groen die we vroeger hadden. Die er, waarvan je zeker wist dat hij er 20, 25 maakte op een seizoen. Die hebben we niet meer. Dat moeten we collectief uh, Oplossen. We hebben wel aanvallend heel goede spelers, zoals Koven, Koven Sabic, de brakeler, Liam Koenen, die van KW-19 kwam. Maar ja, dat zijn allemaal jongens die er hun doelpunten wel gaan maken, maar het moet toch collectief gebeuren. Dus ja, er is ook een andere invulling en dat is niet slecht, want als je van één jongen. Ja, echt, als het van hem allemaal moet komen, als die dan wegvalt, is er ook een probleem. En nu kunnen we alles perfect opvangen als er iemand wegvalt. Dus Ik ben heel tevreden met de groep die er is. En dat is ook wel uh, uh, natuurlijk de verdienste van SIGI. Uh, er zijn heel veel jongens vertrokken vorig jaar na mijn laatste passage. Dan is Matthias Vrebos gekomen. Ook, uh, op, op, ja, ik had er ook uh, inspraak over. Uh, bij omdat ik Matthias uh, had meegemaakt in Wijgmaal. Hij was daar jeugdcoördinator en hij liet een hele goede indruk, gedreven indruk. Um, en hij is hier dan trainer geworden. Hij heeft ja, de juiste profielen naar hier gehaald en een nieuwe groep gesmeed. Waar iedereen dacht van ja het zal moeilijk worden. Heeft hij heeft het toch een heel goed jaar gedraaid. En uh, ja dat is toch wel iets uh, als er 16, 17 jongens vertrekken in een jaar om dat op te vangen. Dat is niet simpel. Dus dat is uh, toch wel een, een heel goed werk geweest van Sigi en, en van Matthias denk ik. Ja. Ja, jullie staan momenteel negende na vijf wedstrijden. Ik veronderstel dat uh, Tom en de ambities van Hoegaarden wel iets hoger liggen. Uh, nee, absoluut niet. Uh, we staan achtste, uh, gelijk uh. met Bierwijk. Dus uh, nee, uh, we, we proberen ook altijd. Um, het is ook zo, ik ben hier een week en een half voor de competitie begonnen. Um, er was gewerkt, maar er was op sommige vlakken ook niet genoeg gewerkt naar het voetbal dat ik wil brengen. Um, uh, dan bedoel ik uh, heel snelle omschakeling, wat in eerste provinciale heel belangrijk is, Hoog druk zetten. Um, proberen een, 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 een elftal tegenstander vast te zetten. Ja, dat, dat werk was nog niet geleverd. Dus we hebben wel toen beslist van oké, okay, we gaan werken naar wedstrijd 4, 5. Om echt te zeggen van oké, okay, nu gaan we het doen zoals wij het willen. En die wedstrijd was vorige zondag. Uh, hebben we echt uh, vanaf minuut één. Uh, tegenwoordig zien ze toch al, dus ik mag dat zeggen. Hebben we echt proberen uh, hoog druk te zetten. Hebben we zelf de bal willen hebben. Hebben we zelf willen voetballen. En uh, dat is er goed uitgekomen. De eerste vier wedstrijden hebben we vooral geprobeerd. Ook met het zware programma. kampen uit Linde, uh, Phoenix en Wijgmaal. Dat zijn toch voor het seizoen waar dat allemaal ploegen die in de top vijf, zes verwacht worden. En daar waarschijnlijk of misschien ook wel zullen staan op het einde. Dus was het vooral punten sprokkelen, goede, goede defensief alles neerzetten. Uh, Proberen zo weinig mogelijk uh, kansen weg te geven. Dat, dat is ook gelukt. De eerste drie wedstrijden hadden we tenminste tegendoelpunten. Uh, twee tegendoelpunten. Dan kwam Fenix. Okay, daar hebben we er ineens zes gekregen. Dat was uh, tegen een veel sterkere elftal. Um, maar we hebben echt wel bewust gekozen om toe te werken naar uh, eind september om, om de boel op orde te hebben. Om, uh, we hebben ook Filip van erbij genomen, uh, T2 slash physical coach. Ja, ook, uh, hij heeft ook zijn ervaring, hij heeft, uh, is physical coach geweest bij de jeugd van de Nationale Ploegen van België en zo. Dus hij uh, stippelt alles uit op fysiek vlak. En dat is uh, heel snel heel goed gegaan. En uh, voor mij begint de competitie tussen aanhalingstekens, uh, eigenlijk pas. Voor ons in oktober. Dus ik ben heel tevreden met de zeven punten uh, die we al hebben. Het konden er iets meer zijn, het konden er misschien ook een eentje minder zijn of twee. Maar uh, voor ons is dat uh, een hele goede start in een hele zware reeks. Ja, de volgende ploeg is ook een uh, klepper, Liedekerke dit weekend. Uh, ja, een uitwedstrijd, wat verwacht je van Liedekerke? Ja, we, we hebben nu thuis 7 op 9 gehaald en dat is gewoon een hele goede balans als je, als je ziet de ploegen die we gehad hebben. Kampen uit uh, Linde en uh, Eppegem, twee van de drie die uit het Nationale gezakt zijn. Dus het is gewoon een hele goede balans. Op verplaatsing 0 op 6, uh, in Phoenix zijn we overklast. Het is gewoon een beter elftal en wij waren daar niet klaar voor om dat op te vangen in Weichmall verdienen we en moeten we meer pakken. Uh, daar hebben we onszelf echt wel tekort gedaan. Um, dus daar hebben we 0 op 6 in uitwedstrijd. Dus we willen nu echt wel uh, ook, uh, ik heb het ook tegen de jongens voor de training gezegd, ik wil ook wel echt gaan naar op verplaatsing punten pakken, op verplaatsing uh, neerzetten wat wat we hier thuis doen. Het mag niet zo zijn dat we alleen maar afhankelijk zijn van wat we thuis doen en dat we uit alles laten schieten. Dus Liedekerk is een goed elftal, draait al uh, een aantal jaren goed mee in, uh, in Eerste provinciale. Af en toe is er een minder jaartje ertussen, maar heel goed, elftal, goede werking, goede spelers. Um, maar zoals in eerste provinciale, zoals ik zo vaak hoor bij interviews bij jullie, iedereen kan van iedereen winnen in eerste provinciale en, en verliezen. Um, er zijn altijd uitzonderingen, maar ik denk. Uh, dat Liedekerk in het rijtje hoort waar, waar wij thuis horen, in een hele ruime middenmoot. Uh, een tiental ploegen die in eerste instantie als, als ambitie hebben om zeker niet te degraderen. Uh, dat kunnen er vijf zijn, dat kunnen er zes zijn, dat kunnen er vier zijn op het einde van het jaar. Maar ik denk dat dat voor ons op dit moment uh, de grootste betrachting is. En, en er zijn heel veel ploegen uh, die dat als eerste objectief zullen moeten zien. Ik denk dat er een 5-6 topploegen ploegen echt wel bovenaan uitsteken. Lidekerk is nu wel heel goed gestart. Heel goed elftal. Maar nogmaals, zoals in de eerste provinciale zijn wij niet kansloos om daar uh, misschien wel met een puntje uh, weg te gaan. Ja, een Kleine pronostiek dan nog als laatste vraag. Ja, ik ben niet van de pronostiek. Ik wil gewoon dat mijn, uh, dat mijn jongens voetballen, zoals ze uh, tegen hem de eerste 20 minuten van elke helft gedaan hebben. Uh, maar wij moeten nog groeien, wij weten dat. Uh, maar het is vooral belangrijk dat we, ja, dat we. Dat we het gevoel hebben, en dat zeg ik vaak tegen de jongens, dat je na de wedstrijd niet moet denken van hadden we maar of had die dit of had dat. Uh, ik wil verliezen, dat vind ik niet erg. Ik wil gelijk spelen, vind ik niet erg. Maar ik vind wel dat je er alles aan moet doen om, uh, om, om dat niet te doen. En, en, en je mag niet achteraf met excuses aankomen van dit of dat, ja, dan hebben we het ergens verkeerd gedaan. Dus uh, in Phoenix ja, maken we een aantal uh, fouten, waardoor we die wedstrijd verliezen. Maar ik denk als we die fouten niet maken, dan verliezen we die wedstrijd ook. verliezen. In Weijgenmal hebben we onszelf tekort gedaan. Um, daar blijf ik bij. We zeggen, ik denk dat we minstens een even goed elftal dan weggemaald hebben. Dat we daar een goede wedstrijd spelen, maar dat we onszelf tekort doen. Um, dus ja, het, is, het hangt altijd van details af en hoe klaar ben je om, om het te willen. En dat is uh, het grote verschil in eerste provinciale: tussen één puntje, nul puntjes of drie puntjes. Dus ik ga toch een pronostiekje doen, een voorzichtige, maar ik hoop op een, op een minimum 1-1 een gelijkspelletje. Dat zou voor ons, denk ik, Liedenkerken uit, altijd heel lastig een goede, een goede, goede uitslag zijn. Okay. We zijn benieuwd of de romance tussen Hoegaarde en Tom Soetaars ook voor de derde keer ja, succesvol eindigt. Hè?